Na het exordium begon Cicero nog niet meteen aan zijn ratio, maar ging hij eerst in op de vele insinuaties die de tegenpartij aan het adres van Caelius gemaakt had. Ze zou hij bijvoorbeeld geen respect hebben gehad voor zijn vader, komen uit een verarmde familie, uit de ridderstand en zo verder. Allemaal zaken die Cicero wellicht. Hij gebruikt daar zijn volle ethos. Dat wil zeggen dat hij met zijn eigen aanzien en geloofwaardigheid dat inmiddels heeft opgebouwd. Want hij kan aanbuigen op toch redelijk een succesvolle carrière op dat moment. Hij was ook goed bevriend met de vader van Caelius. Dus Cicero kan echt wel uit de eerste hand zeggen van kijk, dat is niet waar wat de tegenpartij zegt. Hij had wel respect voor zijn vader en zo verder. Langs de andere kant trouwens was het ook vrij dwaas van de tegenpartij om als argument te gebruiken, hij komt maar uit de ridderstand. Want in de jury zaten redelijk wat ridders. En die hoorden natuurlijk niet graag dat iemand uit de adel neerkeek op de ridderstand. Dus, en Cicero maakte er natuurlijk gebruik van. Hè. Hij weet dat opnieuw en dat valt dan onder conciliare. En de juryleden benevoli maken. En neem het niet alleen op voor Caelius, maar ook van kijk, je moet niet zo neerkijken op de ridderstand, daar is niks mis mee. Cicero kwam trouwens zelf ook uit de ridderstand. Goed, maar hier is het ons te doen om paragraaf 10. Hè. Hier begint Cicero in te zoomen op de contacten die Caelius zou gehad hebben met Catilina. Tegenpartij had gezegd, Caelius was een van de beste vrienden van Catilina, dus die zal er wel iets voor hebben tussengezeten in die samenzwering en zo verder. Allemaal één pot nat. Iemand dat omgaat met Catilina, met zo'n schurk, dat moet zelf iemand zijn die geen grenzen kent, geen zeden kent. Dus nu probeert Cicero een beetje Caelius te rehabiliteren en gaat hij in specifiek op de aanklacht van al te vertrouwelijke omgang met Catilina. En paragraaf 10 begint met een soort standaardformule, nam quod. Een zin ingeleid door nam quod, dan pikt je in op een verwijt van een tegenpartij dat je dan nu behandelt en weerlegt. Dus nam quod vertalen we, want wat betreft het feit dat, hè, want dat. Nam quod Catilinae familiaritas objecta Caelio est. Onderwerp van objecta est is familiaritas. Familiaritas is niet volledig hetzelfde als amicitia. Amicitia betekent vriendschap in de ruimste zin. Familiaritas, dan gaat het zeker in de werken van Cicero, wanneer Cicero het heeft over familiaritas. Dan heeft hij het over intieme vriendschap, echt vertrouwelijke omgang. Dus Catilina had een heleboel amici. Hij was bevriend met heel veel mensen uit alle lagen van de bevolking. Maar wie echt tot zijn familiares behoorde, dat waren er veel minder. En dat waren zijn intiemste vrienden. Dus familiaritas, intieme omgang. Catilina staat daar in de genitief bij, bijvoeglijke bepaling. Intieme omgang, letterlijk van Catilina, vlot intieme omgang met Catilina. Op ikere betekent verwijten ten laste leggen. Op ikere staat met de datief. En dus Caelio is datief voorwerp bij objecta est. Objecta est moet je samen nemen, hè? Passief, indicatief, perfectum. Drie enkelvoud van op ikere. Dus want wat betreft het feit dat Caelius een vertrouwelijke omgang met Catilina ten laste is gelegd, longe ab ista suspicione abhorrere debet. Onderwerp van debet is Caelius. Caelius moet longe abhorrere ab is een uitdrukking hoog verheven zijn boven, ver staan boven. Dus Caelius moet ver staan boven
suspicione di verdenking. Suspicio, wanneer men u van iets verdenkt. En suspicio, suspicion is vrouwelijk, daarom ista. Die suspicio verwijst dan naar het feit dat de tegenpartij Caelius al te vertrouwelijke omgang met Catilina had verweten. Dus dat zegt Cicero hier meteen in paragraaf 10. Zo'n verwijt verdient Caelius niet, hij staat daar ver boven van. In de verste verte, letterlijk, is hij verwijderd van A plus ablative, ista suspicione, die verdenking. Goed. Dus want wat betreft het feit dat Caelius vertrouwelijke omgang met Catilina verweten is, hij moet letterlijk ver staan boven die verdenking. Ook in het Nederlands heb je die uitdrukking nog, hè? Ver staan boven alle verdenking. Hoc enim adolescente scitis consulatum mecum petisse Catilinam. Hoc adolescente is een losse ablatief. We zien hier hoc, het voornaamwoord van hic, haec, hoc. En dan adolescente. Los ablatief zonder participium van esse. Want toen hij nog een jonge man was. Los ablatief. Participium van esse bestaat niet, dus daarom moet je erbij denken. Hè. Scitis, dan weten jullie. En bij scitis krijg je een meerdelende voorwerpszin. Consulatum mecum petisse Catilinam. Catilinam is het onderwerp van die A plus I. Petisse is actief infinitief perfectum van petere. Persoonsvorm hier in de A plus I. Consulatum petere is zich verkiesbaar stellen voor het consulaat. Dingen naar het consulaat. En mecum is gelijk aan cum me, samen met mij. Dus toen deze een jonge man was, weten jullie dat Catilina samen met mij naar het consulaat heeft gedongen. Dus hier verwijst Cicero naar het jaar 64 voor Christus. Hè. Toen was Caelius 20 jaar, dan zijt je effectief adolescens. Cicero is consul geweest in 63. Het jaar ervoor heeft hij inderdaad samen met Catilina gedongen naar het consulaatschap. Dus in 64 hebben zowel Cicero als Catilina zich verkiesbaar gesteld voor consulaat. En consulatus, commaus, consulaatschap, leidend voorwerp bij petis. De woordvolgorde, let hier op de benadrukte woordvolgorde van Catilina. Normaal, het onderwerp staat vooraan in de A plus I, hier staat het met nadruk achteraan. Want is dat hier wat Caelius verweten wordt? Hè? Een al te vertrouwelijke omgang met Catilina. Goed. Dus toen hij jonge man was, hè, weten jullie dat Catilina samen met mij naar het consulaatschap heeft gedongen. Si accessit atquem, aut si a me discessit unquam. Quamquam multi boni adolescentes illi omni nequam atque improbo studu erunt, tum existimetur Caelius Catilina in nimium familiaris fuisse. Quem is een betrekkelijk voornaamwoord, maar het staat hier vooraan in de zin. Dus het is geen zuiver betrekkelijk voornaamwoord, het is hier een verbindingsrelativum. Vertaal alsof er staat et ad eum. En die ad eum moet je dan in de si-zin bijdenken bij accessit. Dus die wordt met nadruk voor de bijwoordelijke bijzin van voorwaarde gezet. En quem verwijst dan naar Catalina. Waarschijnlijk daarom met nadruk
voor de scene nog gezegd. Hè. Dus als hij omkwam, ooit naar hem is gegaan, of als hij ooit van mij is weggegaan, dus ad quem vertaal als er staat ad eum, en eum verwijst dan naar Catalina, hè. Onderwerp van accessit en discessit is Sky News, en mee verwijst naar Cicero. Dus hij zegt hier in deze bijwoordelijke bijzin van voorwaarden, waarin je de modaliteit van realis hebt, want hier staat indicatief. Dus als hij, zijnde Caius, ooit naar hem is gegaan, toenadering tot hem heeft gezocht, of van mij is weggegaan, en Cicero verwijst hier naar dit jaar, dus 64 voor Christus, die periode. Tum existimetur Caelius Catilinae nimium familiaris fuis. Is hier een aparte constructie. Jullie zijn accusatief met infinitief gewoon. Er bestaat in het Latijn nominatief met infinitief. Wat staat hier letterlijk? Dan zou Caelius geacht kunnen worden overdreven, vertrouwd, bevriend geweest te zijn met Catilina. Dus dat is een soort persoonlijke constructie hier. Caelius wordt gedacht vertrouwd te zijn met, bevriend te zijn met. Vlot, men denkt dat Caelius. Dus vlot, mocht je dat hier vertalen, dan mag men vinden dat Caelius, puntje, puntje. Maar Caelius strikt grammaticaal is nominatief onderwerp van existimeter. Existimare, denken, vinden, hier cognitief prijzen in de hoofdzin, dus een potentiaal. Hè? Dan mag men vinden dat Caelius overdreven bevriend is geweest met Catilina. Caelius onderwerp van existimeter, familiaar is nominatief van, want naamwoordelijk deel. Bij fuisse, fuisse is een koppelwerkwoord. En Catilina is dan genitief bij familiaris. Dus Cicero zegt hier, als hij ooit naar hem is gegaan of van mij is weggegaan, dan mag men van mening zijn dat Caelius te bevriend is geweest met Catilina. En dan heb je nog een quamquam zin. Dus van quamquam tot en met studuerunt is een bijwoordelijke bijzin van toegeving. Quamquam staat met de indicatief studuerunt. Hoewel, multiboni adolescentes is je onderwerp, vele goede jonge mannen, goed in de betekenis van fatsoenlijk, weldenkend, hè, niet goed voor hem met de staat, goed van inborst. Hoewel vele fatsoenlijke jonge mannen, studeren met de datief betekent hier aanhanger zijn van. Ja, partij kiezen voor, aanhanger zijn van, zich aansluiten bij, met de datief. Perfectum hier. Hè? Hoewel vele fatsoenlijke jonge mannen aanhanger zijn geweest van wie, studeren met de datief, illi omine, omini, die man. En die man verwijst dan naar Catilina. Hè. En bij omini krijg je twee adjectieven. Het onveranderlijke nequam en improbo. Nequam betekent nietswaardig. Dat heeft maar één vorm. Hè. Ili omini datief, voorwerp bij studuerunt. Datief mannelijk enkelvoud. Nequam komt ermee overeen. Die nietswaardige man en improbus in de politieke filosofie van Cicero heb je het. Dus bestaan er mensen die het goed voor hebben met de staat, de boni, de omnis boni, en tegenovergestelde die dat niet goed voor hebben met de staat, die willen dat de staat ten onder gaat, hè? Dat zijn de improbi. Dus dat begrippenpaar komt ook hier terug, hè? De boni tegenover de improbi. En improbus wordt gezegd van Catilina. Verdorven, improbus a onverdorven.
improbo, dativ, mannelijk enkelvoud bij illi omni. Dus hoewel vele fatsoenlijke jonge mannen van die nietswaardige en verdorven man aanhanger zijn geweest of zich aangesloten hebben bij. Dus Cicero gebruikt hier een beetje het excuus. Stel dat in die periode Caelius toenadering heeft gezocht tot Catilina en van mij is weggegaan, dan mag men, hè, mogelijkheid, potentialis, inderdaad zeggen, Caelius was overdreven bevriend, te bevriend met Catilina. Hoewel dat van heel veel jonge mannen kan gezegd worden in die periode, want heel veel jonge mannen, en nog wel fatsoenlijke jonge mannen, hè, zijn in die periode bezweken voor de charme van Catilina. Catilina was iemand, Cicero zal er nog wel verder op ingaan, met heel veel charme, die heel veel mensen kon overtuigen. Ook al was die verdorven en nietswaardig, toch is die erin geslaagd in alle lagen van de bevolking veel aanhangers voor zich te winnen. Ook bij die, en zeker bij die jonge mannen. Multiboni. Dus in die kwam zin, geeft Cicero al een beetje een excuus, hè. Mocht dat het geval zijn dat Caelius effectief in die periode toenadering zou gezocht hebben tot Catilina, hij was niet de enige, hè. Multiboni adolescentes. En mocht dat zo blijken, zegt Cicero, dan ben ik bereid toe te geven dat Caelius overdreven bevriend is geweest met Catilina. Ad een impostia scimus et vidimus esse hunc in ilius etiam amicis. Hier herneemt Cicero de woorden van de aanklagers. En de aanklagers hadden gezegd, maar later scimus weten we toch en hebben we gezien dat, en dan krijgen we hier een merendeel naar voren heeft zin, bij vidimus en scimus. Esse hunc in ilius etium amicis. Dat deze, verwijst naar Caelius, was in de vriendenkring, hè, in de vrienden van hem. Amicus heeft hier een politieke betekening. Amicus, de politieke vrienden, hè, de politieke aanhangers. Zo moet je aan Amicus hier zien. We weten dat, niemand kan dat ontkennen. Dat zegt Cicero hier, quis negat, wie kan het ontkennen? Het was algemeen geweten dat Caelius in 63 voor Christus, toen Catilina zich nogmaals verkiesbaar stelde voor consulaat, aanhanger is geworden van Catilina. In 64 niet. Maar in 63, het jaar dat Cicero consul was en Catilina zich voor de laatste keer verkiesbaar had gesteld voor het consulaat, dus in 63, daar is algemeen van geweten, dat ontkent niemand, dat Caelius behoorde tot de politieke aanhangers van Catilina. Dat zegt Cicero hier, hè. Maar later, dus in 63 voor Christus, het volgende jaar, weten we en hebben we gezien dat deze man hier zich bevond tussen de politieke vrienden van hem, van die man. Dus Hunk verwijst hier naar Caelius en Ilius naar Catilina. Quis negat, wie ontkent dat? Retorische vraag. Dus verondersteld antwoord is nee, niemand kan dat ontkennen. Dus Cicero zal ook hier niet ontkennen dat in 63 voor Christus Caelius effectief van hem is weggegaan en toenadering heeft gezocht tot Catilina, de sprong heeft gemaakt, dus van kamp is gewisseld. Hè. In dat jaar is Caelius aanhanger geworden van Catilina. Quis negat, wie ontkent dit? Daarmee bedoelt Cicero, dat gaat hij hier niet ontkennen. Cicero gaat niet ontkennen wat algemeen geweten is. Wat Cicero wel gaat doen, in die jaren ervoor, want er zijn redelijk wat jaren ervoor, daar gaat Cicero van zeggen, in die jaren daarvoor
mag dat helemaal niet gezegd worden. En dan ga ik uitleggen waarom. Sed ego, maar ik, illud tempus aetatis, quod ipsum suas ponte infirmum, aliorem autem libidine infestum est, id hoc loco defendo. En Cicero verklaart zich hier nader. Welke periode gaat hij het hier in het leven van Caelius verdedigen? Illud tempus aetatis, ego met nadruk voorop. Illud tempus, accusativum zijdig enkelvoud, leidend voorwerp bij defendo. Dus ik verdedig dat moment, aetatis, van het leven, in het leven, aetatis genitief, BVB, bij tempus. Die periode in het leven, en het doet dat hoc loco op deze plek, namelijk voor de rechtbank nu, hè. En id herneemt eigenlijk illud tempus, dus deze id herneemt illud tempus aetatis. Dus Cicero zegt, maar ik verdedig die periode van zijn leven, dat verdedig ik hoc loco op deze plek, op dit moment. En bij tempus krijg je dan een betrekkelijke bijzin, quod tot en met est. Dus antecedent tempus, daarom quod onzijdig enkelvoud. Die periode van zijn leven die zelf, sua sponte, uit zichzelf, infirmum est. Zwak is firmus sterk, infirmus het tegenovergestelde. Hier staat infirmum, nominatief onzijdig enkelvoud, omdat die onderwerp quod onzijdig enkelvoud is. En quod verwijst naar tempus, hè. Dus quod, nominatief onzijdig enkelvoud, onderwerp van est. Infirmum en infestum, alle twee nominatief onzijdig enkelvoud, want naamwoord een deel van est. En ipsum kunnen dan zien als bepaling van gesteldheid. Die periode die zelf, uit zichzelf, zwak is. Dus uit zichzelf is die al zwak. Komt daarbij dat hij dan ook nog eens infestum, onveilig, kwetsbaar, waardoor libidine aliorum, door libido, opnieuw hier, libido in het algemeen hartstocht, een hartstocht, hier verwijst het naar de hartstocht van Catalina, de hartstocht om consul te worden, de ambitie om de macht te grijpen. Dus libido, hartstocht, ambitie. Door de hartstocht en de ambitie aliorum van anderen. Dus wanneer je jong bent, die periode in je leven, wanneer je nog jong bent, dan ben je vanzelf al zwak, broos. Dan ben je heel makkelijk te manipuleren, te beïnvloeden door ouderen met meer ambitie, met meer ervaring, die u makkelijk voor hun eigen kar kunnen spannen. Dus dat is een periode, zegt Cicero, in ieder zijn leven, die uit zichzelf al vrij zwak en manipuleerbaar is. Zeker wanneer je dan nog eens zo'n figuur hebt als Catalina, dan wordt die periode, en dan is dat echt onveilig, dan ben je extra kwetsbaar, en door de hartstocht van anderen. Dus zo'n Catalina, die koste wat kost de macht wou grijpen, verkozen wou worden als consul, die loopt daar rond in Rome en die probeert iedereen voor zich te winnen. Op hartstochtelijke manier. Ook de jongeren. Dus Catalina wist heel goed hoe hij moest spreken tegen elke bevolkingsgroep. En Caelius behoorde toen tot de jongeren nog. Dus Catalina charmeerde dan de jongeren. Met wat jongeren graag willen horen. Dus zo heeft hij die jongeren gemanipuleerd en voor zich gewonnen. Dus opnieuw gebruikt Cicero hier het excuus van, het was Caelius niet alleen. Het waren veel jonge mensen, nog wel fatsoenlijk en boni. Dus dat zegt Cicero hier. Hè. Maar ik, ook loco, op deze plek, verdedig die periode van zijn leven, die zelf uit zichzelf zwak en bovendien nog eens
onveilig door de hartstocht de ambitie van anderen is. Dat verdedigt Cicero hier. Dus Cicero gaat hier inzoomen op die jaren dat Caelius zijn protégé was, onder zijn hoede. Want dan was Cicero er effectief constant bij en kan hij zeggen wat er allemaal gebeurde. Die periode, wanneer Caelius effectief heel duidelijk, zodat iedereen kon zien, partij koos voor Catilina, dat weerlegt Cicero hier niet. Maar het gaat om die jaren ervoor. Wat zegt hij daarvan? Fuit accidubus mecum praetore me. Fuit in versie voorop. Hij is voortdurend met mij geweest. Accidubus aum, hier nominatief naamwoordelijk deel. Onafgebroken, niet afgelaten, voortdurend. Hij is voortdurend geweest met mij, bij mij, wanneer, los ablatief, praetore me, toen ik praetor was. Dat gaat over het jaar 66 voor Christus. 66 voor Christus was Cicero effectief praetor. En was Caelius, liep Caelius stage bij Cicero. Dus Cicero kan effectief zeggen, in die periode, toen ik praetor was, in 66, is hij onafgebroken aan mijn zijde geweest. Non noverat Catilina. Hij kende Catilina niet. Novice betekent kennen. Noverat plusquamperfectum. Maar het is een defectief werkwoord. Dus je vertaalt het hier alsof er een imperfectum staat. Hij kende Catilina niet. Dus op dit moment ga Cicero gebruik maken van zijn ethos, zijn geloofwaardigheid, zijn aanzien. Want hij gaat gebruiken als argument, ik kan zwart op wit aantonen, in dat jaar was Caelius constant bij mij, dus in die periode kan hij Catilina niet gekend hebben. En ik... Moet ik zeggen, ik onderwees hem, leidde hem op, nam hem onder mijn hoede. Dus in die periode kan niemand zeggen dat hij verdorven was, want hij was bij mij. Hij liep stage bij mij. En in die periode daarvoor was het bij zijn vader. Dus dan kan men ook niet zeggen dat hem toen al slecht was. De zinnen worden korter, merk je nu. De vorige zinnen zijn langer. Nu gaat Cicero, dat heet dan docere, onderwijzen. Wanneer je de jury van iets overtuigt door gewoon met feiten af te komen, dan worden de zinnen kort, krachtig, niet rond de pot draaien. Dat jaar, ik was praetor, Caelius constant bij mij. Dus, ik kende Catilina niet. Baf. Korte zin, duidelijk, geen discussie. Dus de inhoud van wat Cicero hier zegt, wordt extra benadrukt door korte, droge, vrij sec, overtuigende zinnen. Dat jaar, bij mij, ik kende Catilina niet, hop en verder. Verder. Africam tum praetor ille obtinebat. Dan, obtinere betekent verkrijgen. Ille verwijst naar Catilina. Africam is leidend voorwerp van obtinere. Dan verkreeg hij Afrika. Hoe? Als praetor. Praetor nominatieve bepaling van gesteldheid. Dus we zitten nog steeds in 66 voor Christus. Cicero was toen praetor. Cicero zegt, Caelius was constant bij mij. Dus hij kan Catilina niet gekend hebben. En stel dat je mij niet gelooft, Catilina zat niet in Rome.
Hij zat in Afrika toen op dat moment. Daarom Afrika met nadruk voorop. Hij was niet Rome, hij was in Afrika. Op dat moment bestuurde hij Afrika als praetor. En dat is effectief, hè. Catalina bestuurde in 67, 66 voor Christus Afrika. Nadien is hij teruggekomen naar Rome in 65. Gebruik van het imperfectum, hè. Imperfectum benadrukt ook de duur. Dat jaar zat Catalina constant in Afrika, de provincie die als praetor bestuurde. Dus als de tegenpartij zegt, je Caelius, je zat vaak bij Catalina, was daar een zeer goede vriend van. Op een gegeven moment misschien wel, zegt Cicero, maar een heel lange periode ook niet. En ik zal het u aantonen. In dat jaar, ik praetor, Caelius constant bij mij, Catalina in Afrika. Secutus, de zinnen blijven kort, hè. Het blijft een feitenrelaas. Cicero komt nu af met harde feiten waaruit moet blijken. Als je hiernaar kijkt, kun je niet tot de conclusie komen dat op dat moment in zijn leven Caelius sympathie had voor Catalina. Dus de zinnen blijven kort en krachtig. Secutus est tum annus. Dan, letterlijk, is er een jaar gevolgd. Secutus est, deponent indicatief perfectum van sequi. Secutus est inversie voorop. Hè. Er volgde dan een jaar. Causam de pecunis repetendis Catalina dixit. Opnieuw een korte zin. Causam dicere betekent zijn zaak bepleiten, vlot, terechtstaan. Catalina bepleitte zijn zaak. Catalina stond terecht. Op grond van wat? Wegens wat? De met de ablatief betekent hier wegens. Pecunis repetendis. Pecuniae repetundae, dat is een technische term, vrouwelijke meervoud, betekent afpersing. Pecuniae repetendae, afpersing. Dus hier de plus ablatief wegens, op grond van, wegens afpersing. Catalina stond terecht, wegens afpersing. En dan zitten we inderdaad in het volgende jaar, in 65 voor Christus, en dat klopt. In 65 voor Christus is Catalina terug naar Rome gegaan om zich verkiesbaar te stellen voor consulaat. Maar dan kreeg hij effectief dat proces aan zijn been, wegens afpersing. Dus terwijl hij praetor was in Afrika, werd hij daar in die periode, zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan afpersing, wanbeheer van die provincie. Dus wanneer hij in Rome terugkomt, wordt hij meteen daarvan beschuldigd. Wanbeheer, afpersing in die provincie. En dat proces heeft zo lang aangesleept dat Catalina zich niet verkiesbaar kon stellen voor de verkiezingen van consul. Dus hij wou wel deelnemen, maar door dat proces dat hij hier aan zijn been had, mocht hij niet deelnemen. Nadien is hij daar wel van vrijgesproken, maar toen was het al te laat. Dus naar dat jaar verwijst Cicero hier. Hè. Secutus est tum annus. Er volgde toen een jaar en Catalina stond terecht wegens afpersing. Dus in 65 voor Christus klopt ook effectief Catalina terug in Rome. Hij wilde meedoen aan de consulverkiezingen, maar werd belet om mee te doen door dat proces dat hangende was. Mecum erat hic. Ili ne advocatus quidem venit umquam. Deze hier, en waarschijnlijk, want je ziet er vaak het gebruik van hic, haec, hoc, dan gaat Cicero waarschijnlijk tijdens dat proces gewezen hebben naar Caelius, waar hij toen zat, deze jonge man hier, hic, erat mecum, was bij mij.
Let op het gebruik van het imperfectum. Opnieuw benadrukken, was gans de tijd bij mij. Dus ook in 65 voor Christus, dan zat Catalina niet meer in Afrika, maar zat hem al terug in Rome. Ook in dat jaar, zegt Cicero, was hij constant bij mij. Het mecum erat ik. Ik niet vooraan, maar achteraan. Waarom? Zo staat het mooi in contrast met Ili. Contrast tussen Caelius en Catalina. En mee komt dan met nadruk voorop. Hè. Bij mij was deze persoon hier gans dat jaar. Omkwam betekent ooit advocatus. Vergelijk dat niet met een advocaat. Hier betekent dat helper. Dus in de oudheid was het een gewoonte dat een persoon van hoog aanzien, de persoon die aangeklaagd was, met zijn aanwezigheid tijdens een proces kon steunen, bijstaan. Advocare letterlijk erbij roepen. Hè. Dus advocaat is hier helper, vertaal dat niet als advocaat. Venit is hier perfectum. Venire betekent komen, maar hier, omdat er advocatus staat, heeft het de betekenis van optreden, verschijnen. Dus zelfs niet als helper is hij ooit opgetreden, illi, voor hem. En datief BWB voordeel, voor hem. Dus wat zegt Cicero hier? Gans dat jaar in 65 was Caelius bij mij. Catalina was al terug in Rome. Catalina stond, werd beschuldigd van afpersing, stond terecht. Dus als de tegenpartij Caelius beschuldigt van te behoren tot de intimi van Catalina, dan zou je toch denken dat in 65 voor Christus je uw vriend helpt, dat Caelius dan Catalina zou hebben gesteund in dat proces. Cicero zegt, in dat jaar 65 voor Christus, dat Catalina terecht stond wegens afpersing, is Caelius, hè, zelfs niet als helper, ooit opgetreden voor hem. En Cicero zegt dan indirect, dus in dat jaar hier, 65 voor Christus, kan niemand zeggen dat Caelius al behoorde tot de aanhangers van Catalina. Anders had een Catalina gesteund in dat proces. Maar dat is niet gebeurd, hè. Zelfs niet als helper is hij ooit opgetreden voor hem. Dus in 66 voor Christus, zegt Cicero, kan al niet. Caelius was bij mij. Catalina in Afrika. 65 voor Christus, Catalina al terug in Rome. Maar Caelius, week niet van mijn zijde, is in dat jaar zelfs niet opgetreden ten voordele van Catalina. Dus ook in dat jaar kan de tegenpartij niet zeggen, hij was toen al bevriend. Welk jaar heb je nog? De incepts, fubit annus. De zinnetjes blijven kort. De manier van beargumenteren blijft gewoon feiten. Nee, dat jaar, boem. Dat jaar, up. Kort, krachtig, heldere argumenten. Cicero is aan het dokeren. Korte, eenvoudige zinnetjes. De incepts fuit annus, quo ego consulatum petibi. Petebat Catalina mecum. De incepts, bijwoord, betekent hier vervolgens. Fuit annus, zijn we al een paar keer tegengekomen, hè. Fuit secutus estum annus, de incepts fuit annus. Dus in de opsomming zorgt hij ook voor een opbouw, een soort structuur, door zich op een gelijkaardige manier te beginnen. Vervolgens was er het jaar waarin, dus quo ego consulatum petivi, is een betrekkelijke bijzin met antecedent annus. Het jaar waarin ik naar het consulaatschap heb gedongen. Petere consulatum is een uitdrukking, hè? Naar het consulaatschap dingen, meedoen met de consulverkiezingen. Het persoonlijk voornaamwoord ik moet je normaal niet uitdrukken, want
dat zit hier al in je persoonsuitgang. Waarom doet Kikero dat toch? Omdat hij de nadruk wil leggen tussen ego en Catalina. Je hebt er een chiasme, hè? Quo ego consolatum petimi? A, B. Petebat Catalina mecum? B, A. Dong samen met mij naar het consulaatschap Catalina. Ging samen met mij mee voor het consulaat Catalina. Onderwerp, persoonsvorm, persoonsvorm, onderwerp, chiasme. Geen voegwoord. Dus die zinnen zijn asyndetisch verbonden. Kort na elkaar twee verschillende vormen van petere. Polyptotum. Let ook hier op het gebruik van de tijd. Petivi, petebat. Petivi perfectum, gewoon een feit in het verleden. Ik heb meegedaan aan consulaatschap. Petebat imperfectum. Gans dat jaar deed Catalina mee, voor de zoveelste keer. En misschien zit hier in het imperfectum een beetje een steek naar de feiten van Kikero richting Catalina. Hè. Catalina deed voor de zoveelste keer mee. Kikero zegt, ik heb één keer meegedaan en ik heb dat gewonnen. Misschien zit dat hier in het gebruik van perfectum, imperfectum. Ik heb één keer meegedaan, ik ben het jaar nadien consul gewonnen. Catalina deed voor de zoveelste keer mee. Nee, hij bleef maar proberen. Kan daarin zitten. Alleszins heel opvallend, hier stilistisch, is het contrast tussen ego en Catalina. Dus over welk jaar gaat het nu? Niet 66, niet 65, maar 64. 64 is inderdaad het jaar waarin Kikero zich verkiesbaar stelde als consul, en Catalina ook. Wat gebeurde er in dat jaar? Numquam ad illum accessit, a me numquam recessit. Nooit is hij naar hem gegaan, nooit is hij van mij weggegaan. Onderwerp van accessit, onderwerp van recessit, is Caelius. Illum verwijst naar Catalina, mee naar Kikero. Let ook hier op de stijl, hè. Kort, opnieuw een asyndeton, geen voegwoord. Accessit, recessit, antithese, sterke tegenstelling. En ook hier een chiasme. Numquam, bijwoord, ad illum. En dan krijg je ame en het bijwoord numquam. Dus je hebt A, B en B, A. Als je de paragraaf hier, het eerste deel van de paragraaf nog in je hoofd hebt, daar citeert hij een zinnetje dat er hard op trekt, hè. Ad quem si accessit, aut si ame discessit umquam, tum existimetur nimium familiaris fuisse. Dus als hem ooit toenadering heeft gezocht tot hem, of weggegaan is van mij, dan mogen mensen zeggen, Caelius was overdreven bevriend met Catalina. In het begin van de paragraaf liet Kikero het uitschijnen als een mogelijkheid. Als dat zo is, dan ben ik bereid toe te geven, oké, Caelius was overdreven bevriend. Nu herneemt hij dat zinnetje, maar niet meer potentialis realis. En hij trekt de conclusie uit de vorige zinnen, hè. Niet in 66, niet in 65, niet in 64 is Caelius ooit van mijn zijde afgeweken. En nooit in die 3 jaar is hem richting Catalina gegaan. Dus in deze paragraaf, en dat is wat Kikero bedoelt met it hoc loco defendo, illud tempus aetatis, dat moment van zijn leven, die periode, die verdedig ik hier. Dus die 3 jaar dat Kikero de jonge Caelius onder zijn hoede had, en de tyrocinium fori, de stage, die veelbelovende jongeren volgen en hen voorbereidt op een later politiek leven, en die heeft Caelius bij Kikero gedaan, die 3 jaar, dus 66, 65, 64 voor Christus, overloopt Kikero hier, in korte, krachtige, heldere zinnen, en uit deze feiten blijkt, die 3 jaar kan niemand zeggen
objectief dat Caelius ook maar iets heeft gedaan om dichter bij Catalina te staan en verder van Cicero. Dus als de tegenpartij iets zegt over die periode, dan zegt Cicero, nee, daarvan mag niemand zeggen dat Caelius ooit van mij is weggegaan of toenadering heeft gezocht tot Catalina. Die 3 jaar, die cruciale periode, die stage die Caelius bij Cicero heeft gedaan, daarvan zegt Cicero hier met een stelligheid die niet kan ontkracht worden, korte zinnen. In die periode, nee, was Caelius constant bij mij. Hij liep stage bij mij. Hij kende Catalina niet. Is niet naar Catalina gegaan. Heeft Catalina niet gesteund in dat proces. En ook niet in 64 voor Christus. Hè. Wanneer Catalina samen met Cicero consul wou worden, ook in dat jaar, is Caelius nog niet richting Catalina gegaan. Hiermee laat Cicero natuurlijk uitschijnen, dus die insinuaties van de tegenpartij, die zijn op niks gegrond. Want in die 3 jaar daar, geen enkel bewijs. Wat het jaar nadien is gebeurd, in 63, daarvan heeft hij al gezegd, quis negat, dat kan niemand ontkennen. In dat jaar, wanneer Catalina nogmaals voor consulaat ging, dan van 62, dan bevond Caelius zich effectief in de politieke vriendenkring van Catalina. Maar hij niet alleen, multi boni adolescentes, veel fatsoenlijke jonge mannen. Maar dat gaat om de ruime vriendenkring, sympathisanten. Ten eerste zin van deze paragraaf gaat het over familiaritas, objecta est. Dus de tegenpartij, de aanklagers, Atratinus, die verwijten Caelius familiaritas Catilinae, te behoren tot de intieme vriendenkring van Catilina, waarschijnlijk tot de aanhangers, tot de samenzweerders. Dat ontkracht Cicero hier. Hè. Hij geeft wel toe, op een gegeven moment behoorde hij tot de ruime vriendenkring, amici, politieke vrienden van Catilina, zoals heel veel jongeren in Rome. Dat wel, maar familiaritas, nee. Boven die verdenking staat hij longe, hè. Longe ab ista suspicione apparere debet. Dus Cicero, wat doet hij hier eigenlijk? Hij zuivert, hij rehabiliteert een beetje Caelius via zichzelf, door zichzelf, door Caelius met zichzelf te associëren. De grote Cicero. In die periode was Caelius constant bij zijn zijde. Cicero had hem onder zijn hoede. En Cicero zegt over die periode, toen was alles goed. Heeft Caelius heel hard gewerkt. Veelbelovend talent. Totaal niet de verdorven, zedeloze, bandeloze persoon zoals hij door de aanklagers is voorgesteld. Dus Cicero gebruikt hier, en daarmee ronden we af, een beetje zijn eigen ethos om de persoon van Caelius te rehabiliteren. Goed, dat voor paragraaf 10. Nogmaals hier die laatste zinnen, stilistisch dik in orde. Op het einde ook heel vaak hetzelfde trucje dat je toepast. Hè. Mecum erat hic, illi ne advocatus quidem venit. Chiasme, hic, illi tegenover elkaar. Petibi petebat, ook uitgelegd. Hè. En numquam Attilum accessit, ame numquam requessit. Dus 3 keer heb je daar een beetje na elkaar in die zinnen dezelfde stijlfiguren. Die moeten benadrukken dat Caelius bij Cicero was en helemaal niet bij Catalina. Goed. Hier zie je dan nog eens de vertaling van paragraaf 10.